Het is me met plezier dat ik hier sta in de Mimrobuku kazerne. 2020 is voor de hele wereld een diep ingrijpend jaar. De coronapandemie bedreigt ons, bedreigt levens en de ontwikkeling van naties. Ook wij in Suriname zien dat de vijand niet komt in zwaar bewapende schepen, vliegtuigen of panzervoertuigen, maar dat de vijand heel dichtbij is. Deze nieuwe dreiging vraagt een mentale omslag. Besef van de ernst en de gevolgen. Het vraagt flexibiliteit. Aanpassing aan een nieuw normaal. Het vraagt durf en moed om de risico's in te schatten en ermee te dealen. Het vraagt om verantwoordelijkheid te nemen en vraagt om leiderschap, om je land en je organisatie door deze moeilijke en onzekere tijden te leiden. Als samenleving, maar ook als defensieorganisatie, staan we oog in oog met deze dreiging. Een militair is getraind om in de meest moeilijke situatie, zelfs wanneer je oog in oog staat met de dood, door te gaan. Een militair is een boegbeeld van vaderlandsliefde, van trouw, van dienstbaarheid, van moed en discipline. En dit is wat de regering verwacht, wat de samenleving verwacht. U bent nodig, u bent noodzakelijk en u moet een inspiratie zijn voor de vele andere mannen en vrouwen in de samenleving. Wij treden als eenheid naar buiten toe. Eenheid van gedrag, eenheid van tenue. Wij zullen meer dan voorheen hieraan moeten werken. En kernwaarden van het militaire beroep hoog in onze banier dragen. Dames en heren, we zijn een rijk land met heel veel mogelijkheden. Maar op dit moment is de overheid arm. We zullen moeten bezuinigen. Het geld van rond de 450 miljoen SRD op de begroting is bijkans 12% van datgene wat we verdienen als land. Hiervan gaat 425 miljoen naar het salaris van de meer dan 5000 leden van de defensieorganisatie. Er blijft nauwelijks geld om de meest basale goederen te kopen. Vandaar dat u blijft vragen, maar weinig krijgt. Dit gaat het komend jaar niet veranderen. We zullen weinig investeren in de aanschaf van tactische middelen. Maar dit betekent geenszins het einde van de defensieorganisatie. Geenszins een stilstand. Integendeel zie ik mooie tijden voor het leger en de hele defensieorganisatie. We moeten verantwoordelijkheid nemen en gaan bezuinigen. Vooral op personeelskosten. Elke militair zal effectief worden ingezet om de samenleving te dienen. Alleen als we gezamenlijk in staat zijn te besparen, zullen we kunnen investeren in het leger en deze innoveren. Zodat we in staat zijn in te spelen op de nieuwe dreigingen. We gaan de komende periode afrekenen met bureaucratie en oneigenlijke taken. In dit kader hebben we de trend al gezet met ondersteuning van de top van het ministerie en de bevelhebber en de krijgsmachtcommandanten. Er zijn al 50 militairen teruggeroepen om ingezet te worden bij de bestrijding van COVID-19. Maar er zijn ook meerdere posten geëvalueerd en ook daar zijn militairen teruggehaald. Dispensaties en derde diensten zijn al aangepakt. De doorlichting van enkele afdelingen op kosten en baten is al begonnen. Zelfvoorzieningsprojecten als de kledingafdeling en ons project in Saramaka van Vrijburg gaan uitgebouwd worden. Dat zijn mooie projecten waar het leger bijdraagt aan kostenbesparing
uniformen voor onze mensen. We zullen transparant, eerlijk en verantwoord ondersteunen en daar waar nodig geld verdienen, binnen de kaders van de wet. Vestigen van het overheidsgezag in het binnenland en bijdragen aan meer veiligheid. Dat wordt de uitdaging de komende jaren. Dames en heren, civiel-militaire relaties zullen versterkt worden. Het leger moet dichter bij het publiek gaan staan. De militair moet niet alleen een beschermende hand zijn, maar een helpende hand in moeilijke tijden. Precies zoals we helpen bij de coronabestrijding, zoals we helpen bij rampen en transport van zoveel groepen in de samenleving. De komende tijd zullen we meer ondersteunen in de bouw en reparaties van overheidsgebouwen en meer aandacht besteden aan kwetsbare groepen in de samenleving. Gebouwen, scholen, bejaardencentra, kindertehuizen gaan meer aandacht krijgen. Jaarlijks zullen we open deur houden voor open deurdagen georganiseerd worden voor de jeugd. Per slot van rekening wordt alles betaald met belastinggeld. Het volk mag zien, voelen en horen waar hun geld naartoe gaat. Deze gelegenheid is bovendien een unieke kans om de verschillende onderdelen van het leger te leren kennen. Te weten de luchtmacht, marine, landmacht, luchtmacht, marine en de militaire politie. Met dit alles mogen wij de core business van het leger niet uit het oog verliezen. De uitdagingen op het gebied van de internationale en nationale veiligheid vereisen een brede benadering, vereisen samenwerking en een sterke informatiepositie. Ook gemotiveerde en tevreden mensen. Ontevredenheid en frustratie zijn niet de ingrediënten die we bij een leger kunnen gebruiken. Het is nu van belang dat er herstel en ordening plaatsvindt. Een extra uitdaging voor alle leidinggevenden in het leger. Zij zullen leiding moeten geven aan het veranderingsproces. Vandaar mijn oproep aan alle leidinggevenden. U zult moeten voorgaan in de verandering. U zult het voorbeeld moeten zijn van ethisch handelen. Leading by example. U zult met uw team met weinig middelen resultaten moeten neerzetten. Uw personeel kijkt naar u en handelt met en binnen de instructies die u geeft. U moet ze blijven motiveren en blijven inspireren om binnen de kernwaarden en binnen de wettelijke kaders te handelen. Dames en heren, wij van de Defensie kennen geen attitude van bij de pakken neerzetten. Nee, wij zijn strijders, we zijn doorzetters en creatieve dieners. Wij hebben geleerd om te overleven, om van niets iets te maken. En dat gaat de trend zijn de komende jaren. Dat we van Suriname het beste land maken in het Caribisch gebied. Suriname boven alles. Sranang naloch toe voor Allah. Dank u wel.